kort. Ja, dat... Ja, ik kan alles heel lang. Knip ook dan. Ik weet niet precies wat ze zeggen, maar het is wel aardig. We zijn hier op de SHK in Essen. Er zijn hier heel veel sanitaire leveranciers. Mijn naam is Rob Groen van de Wasco. En wij gaan voor jou uitzoeken wat hier de highlights zijn. We hebben het te pakken. Alexander van der Weijgaarden, goedemorgen. Goedemorgen. Wat missen ze? Ja, ze missen hier op deze stand eigenlijk alles. Maar ik zal als eerste de Axo One laten zien. Dat is echt een fantastisch nieuwe lijn. Die in het middensegment, hoge segment, echt nou, iedereen wil gaan verkopen gewoon. Mijn pakje, ik ben fan. Ja? Ga gelijk kijken. Gaan gelijk kijken. De Axo One is een serie die is ontworpen door de designers Barbara en Oscarby. Engelse designers uit Londen. Een mooie, duidelijke één-hendelkraan. In een 70 mm hoogte. Maar dat is niet de meest bijzondere kraan die we in deze lijn hebben. Nee, want ik zie hier wat staan. Wat een verschrikkelijk mooi slank design zeg. Past hier de techniek wel in? Daar past zeker de techniek in. Niet in de kraan zelf, want je ziet dat die uitloop ontzettend dun is. Hij heeft een selectknopje om de kraan open en dicht te zetten. Naar voren haal je, zet je de temperatuur, stel je daarop in. En de techniek zelf van deze kraan zit onder de wastafel. En dan zie je zeg maar, het kardoes met een baronetsluiting zie je onder de wastafel zitten. Ja. We hebben heel veel wastafels en heel veel meubels getest. En eigenlijk past het overal, past het gewoon keurig netjes onder. Ik zie ook een paar hele gave douches hangen. Ja, uiteraard hoort er bij zo'n serie ook een heel compleet doucheprogramma. Hier zie je bijvoorbeeld de inbouwthermostaat. Speciaal gemaakt met flippers. Waar ik zelf heel blij mee ben, is dat we de glijstang nu ook met een muuraansluitbocht hebben. Dus waar de slang gelijk op aangesloten wordt, dus je hebt geen aparte fixfit meer nodig, geen aparte muuraansluitbochten. Zowel in een semi-pijp mogelijk, dus met de hoofddouche en een losse glijstang. Met twee verschillende stralen erin, het is eigenlijk een tweejet, een regendouche en een powder rain straal die in het midden komt. Daar word je gewoon hebberig van, hè, voor zoiets? Ja, absoluut, die wil je toch gewoon thuis hebben. Maar jullie hebben ook een nieuwe serie, hè? Ja, wij hebben inderdaad ook nog een nieuwe serie bij het merk Hans Grohe en dat is de Rebere serie. Dit is dus de voordelige lijn waar we het net al even over hadden, de Rebris S en de Rebris E. De Rebris S heeft een mooie ronde greep, slank kraanhuis en een ronde uitloop. En de Rebris E heeft juist weer een hele vierkante uitloop. Ik zie dat hij cold start heeft, dat is ook wel iets van tegenwoordig. Dat is ook bij deze kraan is dat helemaal standaard. Dus de gewone mengkranen hebben we niet, het is alleen nog maar cool start. Zo'n kraan verdient zichzelf terug. Absoluut. En we hebben nog een groot voordeel op deze kraan. Er zit een nieuwe perlator in met EcoSmart Plus. Dat houdt in dat we geen 5 liter water verbruiken, maar nog maar 4 liter water. Krijg je dan een pisstraaltje of valt het bijna niet op? Nee, dan krijg je gewoon een normale heldere straal. Er zit lucht in verrijkt, dus dat lucht zorgt ervoor dat je gewoon echt een goede volle straal hebt. Ja. En de zwart, is het PVD of is het een andere coating? Nee, wij hebben geen mat zwart in PVD. Dat is bij ons altijd een gel coating. En gel coating is een wat substantie wat steviger is dan poedercoating. Dus je ziet er gewoon minder krassen op. Dat is het grote voordeel eigenlijk van gel coating. Zo, ik heb er een boel van opgestoken. Ik hoop jullie ook. Kijk ook naar de volgende aflevering voor meer weetjes vanaf de SHK in Essen. Nou, ik heb helemaal niet meer van deze tijd. Hè? Nee, dit is wel voor de grote portemonnee moet ik eerlijk zeggen.